Nintendo fans! Vandaag heb ik belangrijke tips over hoe jij de allerbeste speler kan worden in Mario Strikers. Dus als je klaar bent voor deze video, kan al die duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren. Want dan word jij misschien wel de allerbeste. Ik vind het zelf belangrijk om te investeren in gear. In Mario Strikers krijg je namelijk muntjes waarmee je gear kan kopen. En daarmee kan je ervoor zorgen dat jouw characters heel goed worden in één of twee bepaalde dingen. Als je gear gebruikt, word je goed in één bepaald ding, maar er worden ook punten weggehaald bij een ander ding. Bijvoorbeeld hierbij gaat de snelheid omlaag, maar gaat de kracht omhoog bij Peach. Het betekent dus niet dat als je gear gebruikt dat je overpowered wordt. Je wordt gewoon beter in het ene en iets minder goed in het andere. Ik vind het vaak heel erg fijn om een characters te laten uitblinken in één bepaald ding. En mijn team ziet er meestal als volgt uit. Achterin heb ik iemand die uitblinkt op kracht. Bijvoorbeeld Bowser. Ik heb hem allemaal krachtuitrusting gegeven. En de kracht van Bowser is 25. Dit is mijn beste verdediger. Deze staat achterin. Verder wil ik altijd één hele snelle character in mijn team hebben. Bijvoorbeeld Toad. Van Toad kan je er ook meerdere in je team doen trouwens. Of Peach. Die kan je ook heel erg snel maken. Ik twijfel nog een beetje of ik één of twee snelle characters in mijn team wil. Het hangt een beetje vanaf welke stemming ik ben. Soms gebruik ik dan deze stats voor Waluigi. Die is heel snel, maar ook nog heel krachtig. En met kracht kan je tegenstanders natuurlijk gewoon keihard petsen geven, zodat ze de ring uitvliegen. Maar wat ook belangrijk is dat je minimaal één iemand in je team hebt met een hoge techniek. Bijvoorbeeld zoals hier Mario of Luigi. Techniek zorgt er namelijk voor dat je goed in een boog kan schieten. Dat de schoten een goede curve hebben. En als je die schoten perfect timet, dan gaan ze er bijna altijd in. Misschien dat het voor jou beter werkt als je twee spelers hebt die een goede techniek hebben. Dat doe ik namelijk ook soms. De eerste die je selecteert is altijd je spits. Dat is dus iemand voor mij met hoge techniekpunten. Mario met uitrusting. Op de zijkant ga ik nu voor een supersnelle Peach. En voor Luigi die ook een hoge techniek heeft. En achterin is Bowser met de krachtuitrusting. En dan gaan we het nu hebben over de fout die de meeste mensen maken is om alleen maar naar de bal te kijken en niet naar de tegenstander. Ga altijd eerst voor je tegenstanders in plaats van voor de bal. Je ziet dat Wario en Luigi nu voorin lopen bij mijn tegenstander. Maar ik kan natuurlijk Wario en Waluigi nu alvast beuken, zodat zij de bal niet naar voren kunnen passen. Precies zo. Op die manier zorg je ervoor dat de tegenstander niet kan aanvallen. Maar nu kan hij hem alleen maar achterin rondpassen. Loop niet te ver naar voren met je characters. Want als je dat doet, dan laat je allemaal gaten achterin. Kijk, Wario kan nu precies doorlopen en die staat helemaal vrij omdat ik eigenlijk alleen maar naar voren loop. Verdedig dus gegroepeerd. Ga met z'n allen naar achteren, laat ze tot ongeveer de middenlijn komen en probeer dan de bal op te vangen, de tegenstanders op te vangen en de bal over te nemen. Probeer niet te veel te tackelen. Probeer in plaats daarvan te slaan. Als je tackelt en je mist, dan heb je namelijk een aantal seconden nodig om te herstellen. Sla je mis, dan krijg je geen penalty. Dan word je niet gestraft en blijf je gewoon staan. Als je tackelt, tackle dan niet op het meest logische moment. Dan kan de tegenstander zich namelijk erop voorbereiden en je tackle ontwijken. Probeer daarvoor in de plaats net daarna te tackelen op het moment dat hij jouw beweging heeft proberen te ontwijken. Deze geldt voor zowel aanvallend als verdedigend. Maar gebruik je items op het goede moment. Bijvoorbeeld als je tegenstander kans maakt om een hyperschot te maken. Bewaar je items tot dat moment. Als je tegenstander een hoge voorzet probeert te geven, probeer dan degene waar de bal naartoe gaat te slaan voordat de bal daar überhaupt is. Op die manier lig je tegenstander op de grond en kan jij rustig de bal oppakken om aan de tegenaanval te beginnen. En dan de laatste tip voor het verdedigen. Een hyperschot pakken is tegelijkertijd ook verdedigen. Want hiermee zorg je ervoor dat je tegenstanders in ieder geval geen hyperschot kan maken en niet in één keer twee doelpunten kan maken. Tot zover tips voor de verdediging. Nu gaan we het hebben over de eerste tip is misschien vrij logisch, maar sprint alleen als het kan. Er zijn spelers die alleen maar willen sprinten, sprinten, sprinten. Maar met sprinten speel je de bal ver voor je uit, wat het makkelijker maakt voor de tegenstander om de bal van je af te pakken zonder moeite. En dat wil je voorkomen. Bij voorkeur sprint ik eigenlijk bijna alleen maar met characters die er ook echt voor gemaakt zijn. Zoals een snelle Peach of een snelle Toad.
Je kan natuurlijk dodgen met de R-knop, maar je kan beter dodgen met de rechter stick. Daarmee kan je namelijk gelijk de kant op sturen waar je naartoe wilt. En dat werkt gewoon heel makkelijk. Als je de bal hebt om aan te vallen, let dan tegelijkertijd ook op de ruimte achter je. Op het moment dat jij als laatste man namelijk de bal verliest, ligt de weg helemaal open voor de tegenstanders om een doelpunt te maken. Gebruik fake shots om je tegenstanders op het verkeerde been te zetten. Ze denken dan dat je schiet, maar dat doe je niet. Vervolgens maken zij vaak een tackle, waardoor je daarna in alle rust wel kan schieten. Een fake shot doe je door je schot op te laden en op B te drukken. Dan maak je gelijk een pass. Als je je schot oplaadt en je gebruikt daarna een dodge, dan doe je ook een fake shot en dodge je dus gelijk de kant op waar je naartoe wil. Ik denk dat veel mensen hier last van hebben. Maar word niet te enthousiast als je een hyperschot te pakken hebt. Ik weet het, het is heel verleidelijk om die 2 punten te willen scoren. Maar als het niet kan, dan kan het niet. Ik speel hele potjes zonder dat ik überhaupt toekom aan 1 hyperschot. Als het dan wel lukt om een hyperschot te doen, sta dan in ieder geval klaar voor de rebound. Als je namelijk niet in de 2 blauwe vlakjes komt, dan bestaat de kans dat de tegenstander hem tegenhoudt. Maar de rebound, die kan je wel scoren. Hier hebben we het ook al even over gehad bij het verdedigen. Maar gebruik je items op het juiste moment. Bijvoorbeeld als je een hyperschot wil doen. Om je tegenstanders weg te krijgen, zodat ze jou niet kunnen tackelen. Ik merk dat ik vaak met mijn snelle karakters recht op de keeper afga. En wat ik dan probeer is om hem in verwarring te brengen, dat hij niet weet in welke hoek hij moet gaan duiken. Als ik recht op het doel afga, dan ga ik altijd heel erg heen en weer met mijn linker stick, zodat de tegenstanders keeper niet weet in welke hoek ik ga schieten. Combo shots gaan er bijna altijd in. Dat houdt in dat je een voorzet geeft vanaf de zijkant en een perfect timed in het midden om hem in 1 keer in te schieten. Als je een perfect getimed schot doet met een karakter dat perfecte techniek heeft, dan gaat hij er bijna altijd in. We hebben het al even gehad over supersnelle karakters zoals Peach en Toad. Ik probeer mijn paddenstoelen altijd te bewaren tot het moment dat er wat ruimte is achter de verdediging. En hem dan te gebruiken met Peach of Toad, zodat ze nog sneller worden en nog sneller bij je doel zijn om een doelpunt te maken. Probeer veel te pasen en de openingen te vinden. En gebruik daarbij de manuele pas, dus dat je ook tussen de linies door kan pasen. Dat doe je door L ingedrukt te houden. Bijvoorbeeld zo. En dan de laatste tip voor het aanvallen. Probeer zoveel mogelijk vanuit het midden te schieten. Als je namelijk vanuit de hoeken schiet, dan is de hoek waarin je een doelpunt kan maken, is gewoon kleiner, statistisch gezien. Oh, en nog een extra tip. Probeer tijdens het schieten de thumbstick, de linker thumbstick, eens naar achter te drukken. Vind je het soms moeilijk om de characters uit elkaar te houden? Bijvoorbeeld als je meerdere Toads of meerdere Yoshis gebruikt. Ga dan naar opties en zet de kleurenhulp aan. Je ziet dan namelijk bolletjes en ruitjes boven elk poppetje staan, zodat je precies weet wie er bij welk team hoort. En dat maakt het toch wel overzichtelijk. En met het doelpunt van Luigi sluiten we deze video af. Als je hier nou wat aan hebt gehad, doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende Nintendo video. Mazzel!